Tijdens de Nationale Natuurwerkdag werd ook in de Leidse regio volop geklust in en aan de natuur. Bijvoorbeeld in Polderpark Kronenstein. Daar gingen vrijwilligers aan de slag om de wilgen te knotten, maar er werden ook demonstraties gehouden. Bijvoorbeeld door een schaapsherder die met zijn hond liet zien hoe je de kudde bijeendrijft. Gevaar, wij zijn gevaar. Mijn auto hond is gevaar. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan zich bij elkaar staan als kudde. En ja, dan is er misschien eentje de pineut, maar als er eentje apart is, dan is je zeker de pineut. Zo werkt het in de natuur. Dus nou, dat zie je al gebeuren. Dat is voor die hond ook heel makkelijk. Als het geiten zijn, zeg maar, dan krijgt die geiten nooit hier, want die vallen die hond aan. Maar die schapen, die zijn bang voor die hond, omdat dat vanuit de wolf van vroeger, hè, daar zijn ze nog steeds zitten in. Hoe natuurlijk je schapen houdt, hoe meer dat gedrag, dat vluchtgedrag en ook het natuurlijke gedrag van die wolf er nog steeds in je zit. Nou, daar maak ik gebruik van. Kijk, doe maar. En blijf. Hey. En hoeveel schapen kan één hond eigenlijk aan? Blijf. Dat ligt aan de hond. Deze hond kan er 200, 300 aan. Blijf van spreken. En de andere hond die moet je niet te veel geven. Dus het heeft met karakter te maken, met de pit, met dat soort dingen. Ja. Nou, nu hebben we de schapen hier. En de schapen maken een keuze. De hond is daar. Ja, ze hebben een bepaalde afstand. En die afstand tot de hond geeft rust. Als de hond dichterbij komt, zeg maar, dan worden ze weer onrustig. Want dan komt dat gevaar dichterbij. Ja, en als de schapen hun angst dan overwonnen hebben, dan moet je even oppassen voor de boterhammetjes. Terwijl een aantal buizerds boven de polder hun rondjes draait, wordt er ook in het grasland flink doorgewerkt. Oude afrasteringen worden weggehaald en nieuwe neergezet. De natuurwerkdag is niet alleen voor volwassenen, ook kinderen beleven er veel plezier aan en leren gelijk van alles over de natuur.